Wat zijn de allerbeste smartphones? Ze kosten 600 euro of meer. Blijf kijken. Hey Evan hier van Bright. De populairste categorie in onze koopgids Bright Stuff is die over de smartphones. We raden er drie aan, zoals in elke categorie. Alleen dat begon wat te knellen. Dus in aanloop naar de Mobile World Congress, de belangrijkste smartphonebeurs in het jaar, in Barcelona eind februari, gaan we die categorie opsplitsen. Tot 250 euro, van 250 tot 400 euro, 4 tot 600 en deze uh, van, voor smartphones boven de 600 euro. Ja, gezien het enorme aanbod van smartphones en ook het feit dat ze zo duur geworden zijn, is de hamvraag. Uh, bedankt uh, Nieuws Venema, uh, goed punt. Uh, eigenlijk de vraag: hoe verhouden deze premium toestellen zich ten opzichte van de rest? Hoeveel extra krijg je voor dat extra geld? Nou, heel simpel gezegd, krijg je bij zulke dure smartphones het beste van het beste op elk vlak. Dus je krijgt de meest krachtige chips, de meest geavanceerde schermtechnologie, state-of-the-art camera configuraties, het neusje van de zalm aan kunstmatige intelligentie, biomedische beveiliging, noem maar op. Geen wonder dat we de grens van 1000 euro zijn gepasseerd. We gaan van start met een eervolle vermelding dit keer. En die is voor de V40 van LG. Ik zou graag een doos laten zien, maar we hadden een beta-toestel. Die moest terug. Er is een echt onderweg. Ik heb hem nog even niet, maar hij ziet er zo uit. Uh, met een startprijs van 749 euro. Uh, waar je trouwens ook nog een LG slimme speaker ervoor bij krijgt. Uh, ...doet de LG wel, denk ik bewust, een stapje terug uit het topsegment. Dat doen ze niet met hun camera, een triple camera notabene. Die mag er echt wel zijn. Nog eentje die ik wil vermelden en die in tegenstelling tot de V40 wel heel dicht tegen die top aan zit... ...is deze jongen, de Huawei Mate 20 Pro. Een hele indrukwekkende camera. Uh, een enorme accu mag ik wel zeggen, met 4200 mAh. En heel slim energiebeheer. Dus je gaat er ook nog, het gaat ook nog eens heel lang mee. Ik denk dat Huawei dit jaar wel eens definitief gaat doorbreken naar die top toe. Maar goed, wat zijn dan dus de allerbeste telefoons? Welke drie zijn dat geworden? De eerste is de Galaxy Note 9 van Samsung, de Original Fablet. Wat een beest! Een groot spetterend display, een grote accu. Geen Noords trouwens veel werkgeheugen zodat zelfs de allerzwaarste apps supersoepel draaien en zijn iconische S-pen die dit keer tevens als afstandsbediening fungeert. De bruutste Android smartphone van dit moment, die sinds kort 200 is afgeprijsd en net is voorzien van de Android Pie update. De tweede aanrader is de iPhone 10 R, veruit de beste koop van de jongste lichting iPhones. Dezelfde vormfactor als de 10S en 10S Max, inclusief de notch voor Face ID. Zelfde krachtige chip Heerlijke camera, puikscherm met dezelfde resolutie als de iPhone 8, frisse kleuren, een betere batterij dan de XS en al het comfort van iOS. Ja, de iPhone is geen alleenheerser meer, maar Apple's oog voor detail blijft ongeëvenaard. Het derde en laatste toestel dat wij aanraden in deze categorie is de Pixel 3 van Google. Met de beste camera van alle smartphones, ondanks slechts één lens, dankzij computational photography, het cleane design, het handzame formaat met 5,5 inch en Android zoals het bedoeld is met de snelste updates. De enige zwakke plek wellicht is de batterij. Van alle Android telefoons die er zijn, vinden we dit de allerfijnste. En eerlijk gezegd Google, het wordt wel eens een keer tijd dat dat toestel officieel naar Nederland komt, niet waar? Dit zijn ze dus volgens Bright de beste premium telefoons en je kunt wel zeggen de allerbeste smartphones op de markt. We zullen de categorie gaan bijhouden, dus als er een toestel verschijnt dat een plek verdient in dit rijtje, dan doen we een update. Uh, hou daarom BrightStuff op Bright.nl in de gaten en daar vind je ook meer informatie over deze drie toestellen. Ja, op jullie verzoek gaan we ook nog een aparte video maken over de goedkoopste smartphones, die tot 250 euro. Dus abonneer je even op ons kanaal en zet dat belletje daar aan rechtsonderin. Dan krijg je ook een seinje als die online staat. Bye!